alle respect naar het helden van de zorg. Maar waarom zijn 1 miljoen mensen vermoord? Waarom luisteren naar Mark en de jongen in plaats van dokters? Ze zijn slaafjes van het Europese Rijk en Bill Gates' bedrijf. Niemand zegt corona's onzin, maar welke pandemie? We zijn met doden door de tabakindustrie en griep. Even laten zien hoe ons systeem juist niet meer functioneert. Een grote demo in Den Haag. Het ideale podium voor de oppositie om zichzelf in de kijker te spelen. Want in andere programma's wordt alles gecensureerd en zelfs het publiek geselecteerd, net zoals bij VI. En wat blijkt? Ja 21, BBB en SGP haken allemaal af op het laatste moment. Ja, dat dachten wij ook. Maar wij laten ons natuurlijk niet uit het veld slaan. En wij hebben een dijk van sprekers opgetrommeld en ook op het laatste moment nog vervangers ingevlogen. Dus dat is allemaal geen probleem. Maar dan wil ik er nog even over hebben. Wiens schuld is dit? Is dit de schuld van die partijen die ik net noemde? Nee, natuurlijk niet. Er zit meer achter. Rutte oefent druk uit op die partijen om niet te komen. Omdat ze anders niet meer mee mogen praten. Die partijen die toch al het predicaat gekregen hebben en niet meer mee mogen praten, kunnen dus wel spreken. Zoals PVV, BVNL en voor. Moeten we daar nog even op wachten? Rutte exit en wij nexit. The whole world is watching you. I'm sure you've seen how much your promotional video has been shared and how much Eva's video was shared all over Twitter and all over. Activists and farmers have come together for the first time ever, and you are showing the whole world and the whole freedom movement that we can unite no matter what. Because I believe the only thing that will stop us from beating this evil is lack of unity. And you have shown the whole world today that we can put aside our differences and unite under our common enemy, which is globalism. In 50 hadden we in Nederland 10 miljoen inwoners en nu inmiddels 17,5. In 1950 waren er meer dan 400.000 agrarische bedrijven, inmiddels zo'n 50.000. En zij produceren al uw voedsel. In 1990, kort voor de aanwijzing van de Natura 2000 gebieden, waren er 1 miljoen meer koeien dan nu. Hoe kunnen zij het probleem dan zijn? Want het hangt niet op, niet vanzelf! 10 jaar geleden vertrok bij de VVD. Ik denk dat hij toen al door had. Hij begon zijn eigen partij en werd net als u allemaal nu gecanceld. Weggezet als nare populist, omdat die dingen op de agenda zetten waarvan men niet wilde dat ze op de agenda kwamen. Iemand die opkomt voor het gewone volk. Iemand die opkomt voor de papa's en mama's en de jongens en meisjes in dit land. Dames en heren, fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Vrijheid, Geert Wilders. Genoeg van. Ons land wordt afgebroken. Ons land wordt kapot gemaakt, aangevoerd door de links-liberale slopers van D66. De stikstof is een smoes om de boeren weg te jagen en hun land vervolgens vol te proppen met duizenden woningen voor asielzoekers. Dat is een echte agenda. De D66 agenda van boerenhaat en de afbraak. Maar vandaag spreken wij wat met elkaar af. Vandaag maken wij er een historische dag van. Vandaag spreken wij met elkaar af dat we Nederland gaan terugveroveren. Dat we Kaag en Rutte gaan wegstemmen. En ik vraag aan jullie, gaan we dat doen? Ja! Willen jullie meer of minder Rutte en Kaag? Ik kan het niet goed verstaan. Meer of minder? Dan gaan we dat regelen. En we gaan net zo lang door tot ze weg zijn. Kiezen we. Vissersbedrijven. Het zijn niet alleen de boeren. Het zijn ook de vissers van Nederland
die worden weggepest. Die kwaadwillend een leven wordt zuur gemaakt. Ik was laatst in Volendam en op Urk en ik zag het. Vissersboten naar de sloop gebracht. Ongelooflijke schande. Bedrijven die net als bij de boeren al generaties in dezelfde familie zitten, worden helemaal kapot gemaakt. Beste mensen, daarom zeggen wij, hier staat het. Stem ze weg. Eén keer met z'n allen alsjeblieft. Stem ze weg. Kaag en Rutte weg of willen we ze niet weg? Nee! Willen we meer of minder Rutte en Kaag? Minder! Tot ziens. Laten we beginnen met een applaus voor jezelf. Fantastisch hier. En ik ben ook heel erg trots dat ik hier sta met Nienke Koopmans. Staat op de lijst in Friesland voor BVNL. We zijn een partij van ondernemers, voor ondernemers, van hardwerkende mensen. En trouwens, degene die hier net stond, Patrick Schilder, visser, had eigenlijk ook een BVNL jasje aan moeten hebben. Want hij is een van die vissers die stand houdt tegen dit ordinaire regime. Dat blijft hakken op ondernemers, op boeren en op vissers. Maar in wat voor land zijn we terechtgekomen? Een land waarin de tandem Rutte-Kaag ervoor zorgt dat ouderen hun gasrekening niet meer kunnen betalen en onderkoeld het ziekenhuis worden ingereden. Een land waarin boeren niet meer weten of ze hun boerderij kunnen overdragen op hun kinderen. Een land waarin vissers niet meer vissen. Alle visafslagen in Nederland zijn gewoon weg. Het is afgelopen. En hoe komt dit? Het komt omdat we midden in een collectivistische, marxistische, Mark Rutte, psychicale revolutie zitten. Het is een omslag van het oude kapitalisme naar het collectivisme. En dat is niet iets waar we in willen zitten. Want wij zijn allemaal hardwerkende, normale mensen die normaal gezin willen hebben. En we zitten met een overheid die dader is geworden. En we hebben dat voor het eerst gezien in coronatijd. En wat staan we hier heerlijk dicht naast elkaar. We mogen elkaar weer handen geven, we mogen weer zoenen, we mogen weer in ons blootje naast elkaar liggen. We mogen weer op bezoek bij opa en oma. Je mag je hond weer uitlaten na 9 uur. Allemaal heel erg blij. Zijn we er blij mee of niet? Ja! Nog volslagen idioot dat we het zover hebben laten komen. Als je dan terugdenkt, dat is totaal onwerkelijk. Maar die overheid die is dader geworden. En het was niet alleen coronatijd, het was ook in de toeslagenaffaire. Tienduizenden gezinnen die kapot zijn gemaakt door deze overheid, door het groepje mensen dat nu weer in het kabinet zit. Ze zijn gewoon weer teruggekomen. En nu hebben we net de Groninger gasaffaire af te doen. Is weer een parlementaire enquêtecommissie geweest en die heeft besloten weer ongekend onrecht. Hoe heeft het kunnen gebeuren? En wat gebeurt er? Helemaal niks. Inderdaad, stem ze weg! Dankjewel! Lieve mensen, maak er nog een hele mooie avond van. Aan het weer gaat het niet liggen, want daar is voor gezorgd. Er is een prachtige zon. En onze boerenstand en ons leven in Nederland met ons prachtige platteland
ons wordt afgenomen. No way! En vandaag staan we hier met boeren, maar ook verpleegkundigen die hun baan kwijtraakten omdat ze geen injectie wilden. Hier staan ook de onderwijzers die transgenderpropaganda moeten opleggen en opdringen aan kinderen. Hier staan ook de jonge mensen die geen huis kunnen krijgen. Omdat de massa-immigratie maar doorgaat en doorgaat. Vandaag staan hier de gezinnen die hun energierekening niet meer kunnen betalen. Door de krankzinnige en stupide klimaatplannen. Hier staan de ouderen waarvan de pensioenen verdampen door de euromunt. Hier staat heel Nederland vandaag. Op het moment dat wij hen gaan uitlachen. Op het moment dat wij hen niet meer geloven. Op het moment dat zij met hun experts en hun publieke omroep en hun ministertjes die denken dat stikstof een verstikkende laag over de natuur legt. Als wij hen niet meer geloven en we lachen ze uit, dan is het klaar. Lieve mensen, wat fantastisch om te zien dat u hier vandaag massaal met tienduizenden mensen naar Den Haag bent getrokken om samen een vuist te maken voor onze vrijheid en onze grondrechten. We geven hiermee een buitengewoon krachtig signaal af aan onze tegenstanders, namelijk dat wij ons niet laten demotiveren, dat we ons niet laten ontmoedigen, dat we niet bang zijn en dat we ons tot de laatste snik zullen verzetten tegen de afbraak van Nederland. Freedom! 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 Fuck dat, ben het nu echt zat, heb het er gehad. Groepsimmuniteit, we hebben het allemaal gehad. Ja, wat? Je bent lekker, brutaal, want je bent 16 jaar. Maar hoe lang ben je al volwassen? Min 2 jaar. Vond niet zoveel van maart 2020, maar 2021 vraag. Wat de liet de hondjes eruit stemmen en klaar met same story rappers.